Ik ben Laurens Oversier, werkzaam bij Jules Clarisse als salesmanager. Een West-Vlaams familiebedrijf en Europees marktleider gespecialiseerd in bad- en keukentextiel. Al 60 jaar produceren wij lokaal in Pittem. Dat is ook de kaart die we de laatste 60 jaar hebben getrokken. Evenals de impact op het milieu. De laatste jaren zijn we alleen maar verder gaan investeren in het duurzaam produceren van badstof. Waardoor dat we eigenlijk een cradle-to-cradle kwaliteit en zelf een post-consumer kwaliteit op de markt hebben gebracht. Toen cradle-to-cradle ontstond, hadden we eigenlijk al heel snel door dat cradle-to-cradle dicht bij onze filosofie stond. Sociaal engagement, duurzaamheid, opletten naar waterverbruik en chemische stoffen toe. Die aspecten lagen eigenlijk zo dicht dat wij heel snel op de kar zijn gesprongen en zijn gestart met het ontwikkelen van onze eerste cradle-to-cradle handdoek. Bovendien merken we dat de laatste jaren cradle-to-cradle in de lift zit en dat merken we ook duidelijk aan de verkoop op de markt. Wereldwijd leveren wij onze producten aan een tal van sectoren. Hotels, retail zijn daar eigenlijk enkele voorbeelden van. De bedoeling is eigenlijk ook dat we gaan kijken met de klant hoe dat we een duurzame oplossing kunnen bieden. Zo zijn we momenteel bezig om een handdoek te creëren met 40% recyclede content. Met andere woorden, we zouden de producten terugnemen, opnieuw gebruiken en eigenlijk een afgewerkt product aanleveren. Met andere woorden, de cirkel van productie zou op die manier helemaal rond zijn.